nice hit for him. Top half of the center. Fly ball, deep center field. Borges, a slicing drive. Watches it leave the yard. Greg Holman. As Holman gets his first home run of the season. I kind of hit it pretty good, you know, off the bat. This well hit. Deep left field. The ball's up and it is gone. A three-run homer for Greg Holman. Greg Holman van Nederland tijdens deze Haarlemse honkbalweek. Totdat Jason Holman in de tweede inning aan slag komt. En hij de bal over de hekken slaat. Alright, well listen, we appreciate the time. Congratulations, alright? Thank you. Brad, I assure you, this is going to be the first of May. In de honkbalwereld is met verslagenheid gereageerd op de dood van Gregory Holman. De 24-jarige honkballer is vanmorgen vroeg om het leven gekomen bij een steekpartij. Greg Holman, an outfielder for the Seattle Mariners, was stabbed to death today in the Dutch city of Rotterdam. Gregory en Jason hebben ruzie gekregen over de radio die te hard zou staan. Paramedics arrived at the home and found the 24-year-old player bleeding from a stab wound. They were unable to resuscitate him. His 22-year-old brother has been arrested and is considered a suspect. Many in the Dutch Baseball Association and Major League Baseball say they were devastated by the news and that Holman will be sorely missed. Die twee waren heel close met elkaar. Ja, daar kwam niemand tussen. Dus als je dan hoort dat het waarschijnlijk zo is gegaan, zoals iedereen zegt dat het is gegaan, als het zo is gegaan, dan begrijp je het gewoon niet. En dat, als je die twee kent, je kent Jason, je kent Gregory, dan weet je dat Jason dit in heldere staat niet zou doen.